Hoe is het om door de sneeuw te wandelen? Ja, heerlijk. Het is toch prachtig, al die sneeuw. Ja, en waar gaat jullie tocht naartoe? We doen een rondje Bellinghof en dan gaan we terug richting het Rosarium. En hebben jullie al eerder dit rondje gelopen? Ja, ik dit rondje wel. Ja, ik niet. Dus we gaan nu even samen. En dat je hem eerder gelopen hebt, ben je obstakels tegengekomen of is het goed te doen? Nou, het is wel redelijk goed te doen. Ik ben wel net even onderuit gegaan, maar dat kwam door een klein plat stukje. Maakt het nou nog extra dat je door de sneeuw loopt? Nou ja, ik vind, zeker als het zonnetje erbij schijnt, is het echt heerlijk. Wandelen met de hond in de sneeuw, lukt dat een beetje? Ja, dat gaat prima. Hij vindt het heel erg leuk. Ja, kende die wel sneeuw? Nou, een paar jaar geleden heeft hij een keer, het was een klein laagje, maar echt dat hoge sneeuw waar je in moet springen, dat heeft hij nog niet meegemaakt. En dat is hem goed bevallen? Dat vindt hij hartstikke leuk. En waar ben je zoal geweest, hier in het park? In het park en zo helemaal rondgelopen langs kinderboerderij en een wandeling van een uur. Dus dat, En is het ook goed te lopen? Of, Jawel, het is goed te lopen. Je moet wel goed zorgen dat de hond beschermd is. Dus die grote stukken in de sneeuw, dan moet je de voeten een beetje insmeren met vaseline. Anders krijg je sneeuwklontjes tussen de tenen. Daar kun je last van krijgen. Maar dan gaat het prima. En na zo'n wandeling in de sneeuw is hij gewoon meer extra moe. Meer moe als een wandeling gewoon een uur of zo. En in de sneeuw wordt hij gewoon veel moeier van. Dus dat is erg leuk. Thank you.